Quantumcomputers, dat zijn computers die zijn gebaseerd op de wetten van de kwantummechanica. Gewone computers zijn gebaseerd op de gewone klassieke mechanica. Maar er is sinds het begin vorige eeuw ook een nieuwe mechanica, nieuwe natuurkunde ontwikkeld, de kwantummechanica. Als je een tennisbal op tafel legt, dan bevindt hij zich op één plek. Maar als je een hele kleine tennisbal neerlegt, niet een pingpongbal of een knikker, maar nog veel kleiner, bijvoorbeeld een elektron, dan zegt de kwantummechanica dat hij zich op twee plekken tegelijkertijd kan bevinden. En dat is ook precies wat je ziet als je dat in het laboratorium doet. En dat is natuurlijk heel erg tegenintuïtief, maar dat is wel wat er precies gebeurt. Daar waar een gewone computer één berekening kan doen in een bepaalde tijd, kan een kwantumcomputer meerdere berekeningen tegelijkertijd doen. En niet maar zomaar twee of drie, nee, meer dan het aantal zandkorrels hier, wat jullie hier om ons heen zien. Zelfs meer dan het aantal zandkorrels op de hele wereld. Zelfs meer dan het aantal moleculen in het heelal. Waanzinnige, onvoorstelbare hoeveelheid berekening kan je tegelijkertijd doen. Nou is er één klein probleem. Hoe krijg je het antwoord nou uit die kwantumcomputer? Dan zie je niet al die berekeningen tegelijkertijd, maar je ziet maar één van die berekeningen. En wel een willekeurige. Dus hier hebben we eigenlijk geen bal aan. Maar wat er gebeurt is dat je de berekeningen die je wel wilt zien tegen elkaar laat versterken. En de berekening waar je niet in geïnteresseerd bent, die laat je tegen elkaar wegvallen. Dit is hartstikke lastig om goed te begrijpen hoe dat moet. En het is precies dat wat een quantumcomputer moeilijk maakt om te programmeren. Nou, er wordt wel eens gezegd van waarom ben je nou in vredesnaam met de software aan het schrijven voor een computer die er nog niet is. Want dat had ik nog niet gezegd, maar die quantumcomputer is er nog helemaal niet. Er wordt ook hartstikke hard aan gewerkt om hem te bouwen. Maar laten we even teruggaan naar de jaren 50, toen de gewone klassieke computer ontwikkeld werd. Toen wisten we eigenlijk ook niet wat we daarmee moesten. En de grote baas van IBM die zei toen ook van ja, ik zie geen wereldmarkt voor gewone computers. Ze zullen misschien gebruikt worden voor een aantal suffe wiskundigen die wat berekeningen doen, en dat is het dan ook wel. Nou, als ik nu aan jou vraag hoeveel computers heb je thuis? Overal zitten computers en de toepassingen zijn alom. Computer alleen zonder software is niets. Dat is een mooie kastje in je huis, maar verder kun je er niets mee. Je hebt software nodig om de kracht die erin verscholen ligt, om die eruit te trekken. En datzelfde moet je ook met een quantumcomputer doen. Dan moet je software voor schrijven die de kracht die in die quantumcomputer zit en de extra kracht die erin zit om die eruit te halen. En dat vergt een nieuwe manier, een fundamentele nieuwe manier van denken. Nou, we weten dat die quantumcomputer kan gebruikt worden om codes te kraken. We weten ook dat je iets beter kunt zoeken in grote databases. Dat is op zich ook wel een interessante. En misschien op dit moment de belangrijkste die we voorzien, is dat je de natuur kunt simuleren. Je kunt de natuur beter begrijpen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe materialen of het begrijpen van hoe fotosynthese bij planten werkt. Of mogelijk ook wel, maar dat is een hele grote maybe, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.